Deze concept quiz bestaat uit 5 multiple choice vragen. Gebruik bij het beantwoorden pen en papier en je rekenmachine. Zie je de teller lopen? Zet dan je videootje op pauze en gebruik 1 à 2 minuten om de vraag te beantwoorden. Controleer daarna of je de vraag goed hebt beantwoord en of je uitleg ook goed is. En heb je er 4 of 5 goed, dan heb je het heel goed gedaan. Vraag 1. We hebben hier te maken met een fietser die met een constante snelheid fietst en dan kunnen we de eerste wet van Newton toepassen. En de eerste wet van Newton luidt dat alle krachten opgeteld samen 0 moeten zijn. En dan moeten we rekening houden met het feit dat krachten vectoren zijn. Er is gegeven dat er een wrijvingskracht, een weerstandskracht van 25 Newton werkt op de fietser. Als alle krachten samen 0 moeten zijn dan betekent dat dat er ook een kracht naar voren moet zijn die door de fietser wordt ontwikkeld en dat is de voorwaartse kracht. Vraag 2. We hebben te maken met het boek dat stil ligt op tafel. Dan kunnen we ook weer de eerste wet van Newton toepassen en er is één kracht gegeven, dat is een horizontale doelkracht op het boek van 30 Newton. Ja, als het boek stil ligt, dan betekent dat dat alle krachten in de x-richting samen nul moeten zijn. Dus er zal ook een kracht zijn die deze kracht opheft, en dat is de schuifrijvingskracht. En de schuifrijvingskracht wordt weergegeven door pijl nummer 1 in de tekening. Naast de x-richting zal ook voor de y-richting moeten gelden dat alle krachten samen 0 zijn. Er is een zwaartekracht van 20 N naar beneden, dan moet er ook een normaalkracht zijn van 20 N naar boven. En die normaalkracht is weergegeven door pijl nummer 3. Beide krachten, zowel de schuifveerstand als de normaalkracht, worden door de tafel verzorgd. De kracht van de tafel op het boek is dan ook niets anders dan de optelling van die twee losse krachten bij elkaar. En als je die twee krachten bij elkaar optelt, dan krijg je pijl nummer 2. Vraag 3. In deze vraag hebben we te maken met een boek, een ander boek dan bij vraag 2. Dat met een constante snelheid over het tafelblad heen wordt geschoven. Uh, en de duwkracht die daarvoor nodig is, via, is gelijk aan 4 Newton. Omdat het boek beweegt met een constante snelheid, kunnen we ook hier de eerste wet van Newton toepassen. En die zegt dus weer dat alle krachten samen opgeteld 0 moeten zijn. Dat betekent dat er een schuifwrijvingskracht moet zijn. En in dit geval is dat ook de maximale schuifwrijvingskracht, die even groot is als de duwkracht. Dus de schuifwrijvingskracht. Heeft de grootte van 4 Newton. Maar ook in de i richting moeten de krachten elkaar opheffen en daaruit volgt dat de normaalkracht op het boek even groot zal zijn als de zwaartekracht op het boek. We gaan even de formule erbij pakken voor de maximale schuifwrijvingskracht. Die luidt als volgt: de maximale schuifwrijvingskracht is gelijk aan de wrijvingscoëfficiënt kleine f maal de normaalkracht. Maar omdat we al weten dat de normaalkracht gelijk is aan de zwaartekracht, kan ik hem ook zo opschrijven als ik nu deze vergelijking omschrijf zodat er staat f is dan krijg ik en in deze formule kunnen we alles invullen want de maximale schuifwrijvingskracht is bekend en de grootte van de zwaartekracht ook en dan komt dus een waarde uit van 0,13 voor de wrijvingscoëfficiënt en let erop dat de wrijvingscoëfficiënt eenheidsloos is. Vraag nummer 4. In beide situaties valt de parachutist met een constante snelheid. Dus in beide situaties gaat de eerste wet van Newton op. En in beide situaties is de kracht naar beneden gelijk aan de zwaartekracht. De eerste wet van Newton zegt dan dat er ook een kracht naar boven moet zijn die precies even groot is als aan de zwaartekracht, maar tegengesteld gericht. En dat is onze luchtwrijvingskracht. Wat blijkt nu het geval? Als je kijkt naar situatie 1 en situatie 2, dan kun je concluderen dat de zwaartekracht in alle beide gevallen uh, gelijk is. En daaruit volgt dat de luchtvrijviskracht in beide gevallen ook gelijk is. Vraag nummer 5. We gaan eerst eens kijken wat er gebeurt met één veer. Als ik een massa hang aan één veer, dan zal die veer uitrekken over een afstand U. En hoe groter de kracht is op de veer, hoe groter de uitrekking. Wanneer ik nu niet één veer heb, maar twee veren die achter elkaar uh, gebonden zijn, en ik hang aan de onderste veer dezelfde massa, dan zal elk van de twee veren dezelfde kracht voelen als in, in situatie 1. En zal ook elk van de twee veren uitrekken over een uh, afstand u. De totale uitrekking wordt daarmee twee keer zo groot. Nu gaan we eens kijken naar de situatie die gevraagd wordt. Want ik heb nu niet uh, twee veren, maar ik heb vier veren die eigenlijk in twee series van twee bevestigd zijn. En ik ga aan die vier veren weer diezelfde massa hangen als in situatie 1. Ja, om nou te kijken wat er uh, precies gebeurt, hak ik uit de situatie eventjes uh, zo uh, uit elkaar. Ik heb dus uh, nu weer Twee veren telkens en aan elke combinatie van twee veren hang ik nu een massa die half zo groot is als in situatie 1. Als de massa half zo groot is, dan zal elk van die veren ook een uitrekking krijgen die half zo groot is. Als elk van die veren een uitrekking krijgt van een half u, dan zal de totale uitrekking 1 u worden. De combinatie van vier veren samen zal evenveel uitrekken als ik daar een massa aan hang. Als de uitrekking die ik krijg als ik dezelfde massa hang aan één veer.